Nou, dit was mijn vader. Want hij verblijfde toen in een rijkspsychiatrische inrichting in Eindhoven. Ja, hij was eigenlijk ook ons toverstokje. We hoefden hem aan te knippen en we kregen het. Dus voor ons was hij een soort tovenaar. Ja. Hij kreeg alles voor elkaar. Maar wat kreeg je dan zoal? Nou, speelgoed toen. En een biljart, dat we konden biljarten. En een tafelvoetbalspel en een discotheek, allemaal aan huis. Een zwembad, waar we met mijn broer samen gingen zwemmen. En mijn twee oudste broers die waren wat ouder. Dus die kregen allebei een leuke sportwagen cadeau. En daar was ik toch wel een beetje jaloers op. Want ik dacht, was ik nou maar op dit moment 18, dan had ik die mooie Jaguar E-Type. Maar ik had mijn rijbewijs nog niet, dus ik moest wachten. En ik hoopte wel altijd, van als ik nou daar 18 ben, dan hoop ik dat hij al die spullen nog heeft en geld genoeg heeft om mij een sportwagen te geven. En daar heb ik eigenlijk toch ongelijk in gehad, want toen ik eenmaal 18 was en een rijbewijs had, toen was het kwaad al geschiet op de tv bij Willem Duis. En toen zat er voor mij een sportwagen maar aan, toen moest ik genoegen nemen met een dinkie toch. Zo is het ook echt gebeurd. Nou, dat is het materiaal van mijn vader, hè? En dat is de grote doos, die moet ik voorin zetten. Als dat zou kunnen, dan zal ik hem even in de auto plaatsen. Zo. Dit zijn alle cassettebandjes en schilderijtjes en alles wat erbij hoort. En de andere doos zet ik achterin. Dat zijn de krantenknipsels van destijds. Van de Duis-uitzending en ook over die miljoenenaffaire, om het zo maar eens te zeggen. En dan gaan we mooi uitleggen in restaurant Kruidenlucht. Op de dansvloer, dat we het allemaal nog eens rustig kunnen bekijken. Ja? Ik ben naar de Kamer Koophandel geweest en ik heb hem naar je in laten schrijven. Dat kostte toen 15 gulden. Dus ik verkocht kruiden gewoon. En de Nijs die had heel veel verstand van kruiden en ik niet. Maar die vertelde mij waar ze allemaal goed voor waren. Voor blaas, nier, zenuwslaap en al die andere kruiden. En dat hielp die mensen. En die waren maar dankbaar en zo begon de mond-aan-mond reclame begon daar uit te breiden. Er kwamen hier ongeveer 100 mensen per dag. En ik verwende mijn kinderen met rijpaarden en auto's en motoren. Die kregen alles. Als het Sinterklaas was, ja, dat kostte me wel zo'n 50.000 gulden. Ze hoefden maar te kijken en ze hadden het. En mijn vrouw, we hadden een eigen chauffeur, een automobiel, een Pontiac. Mijn zoon kreeg met zijn 18 jaar in de Jaguar, met een open dak. En het was gewoon een feest in het huis. En als ik dan naar Eindhoven reed en ik zag die oude schoolmeester die mij uitgescholden had voor stommerik, dan stopte ik en zei, kent u mij nog? Oh ja, u bent Willem van der Moorzeek. En hij zat nog op dezelfde fiets van vroeger. Toen reed hij heel kwaad door, maar ja, ik mag me toch wel laten zien waar ik ben.
Ja, ik was een beetje trots. Het ging mij goed. En ik had 22 chauffeurs en die brachten iedere week 100.000 gulden mee in 1968. Die wagens werden volgeladen met kruiden en voor 100.000 gulden per week. En die wagenpark met 40 man personeel, dat kostte mij toen al 50.000 gulden per week. De busondernemingen die waren er blij mee en die zetten plaatselijk in de krant dat ze naar Kaster reden, naar de wonderdokter, want ik hielp ze van de pijn af. Ik kon er altijd niet genezen, maar als ze veel pijn hadden, dan gaf ik ze dat. En dan zeiden ze, dat is een wonder. Of iemand die had reuma en die vingers waren helemaal kromgetrokken, die kon ik ook niet recht krijgen, maar ik kon ze van de pijn af helpen. En dat was een wonder. Ja, en ik kwam een hele bus met 40, 50 man. En dan kwam er weer een bus na de middag met 40, 50 man. Dus ik had er druk mee. En op het laatst, ik kreeg 500 brieven per dag. Sorteerden wij kruiden en ging de chauffeur met een lijst naar de klanten. Om af te rekenen en te vertellen hoe ze dat moesten klaarmaken. Wat gaan we hier doen, meneer Van der Moosdijk? We gaan hier terugblikken op de tijd. In de tijd dat ik toen met kruiden langs de deur ging. Kijk, dan klop ik aan en dan kom ik naar buiten. Is er nog volk thuis? Ja, ja, we zijn thuis. Oh, goeie volk. Hoe is het ermee? Ja, goed, dat zie je wel, hè. Van jou ook, denk ik. Meneer Wouters, zo. Jawel. We zijn weer na een lange tijd aangeland. Zoals ik vroeger de kruiden verkocht. Bij mensen die dezelfde kleding aan hadden. Gewone boeren, mensen die op het veld zo werkten. En in zijn huis woonde. En dan had ik altijd spullen bij me die ik aan mensen verkocht. En dat waren namelijk kruiden. En die ruiken heel lekker, ruik maar eens. Ja, lekker, ja. Dat is goed voor de lever en voor de gal. En, dat is wel goed voor. En daar worden 103 jaar mee. Nou, dat is nog niet dus zo. Dus drink ze met liters en dan ben je weer gezond. Ja. Dan kun je nog veel aan gebeuren. Kijk, en zo ging de dokter de ganse dag langs negerijen, noemen ze dat, de negerijen, om de mensen gezond te maken. En ik kreeg steeds meer klanten en de mensen waren daar geweldig over tevreden. En het waren meestal mensen die al jaren met dokters bezig zijn geweest. En die later van mijn kruiden dronken. En die mensen konden rustig overal terugkomen, want ze waren allemaal gelukkig en tevreden dat de wonderdokter aan de deur klopte. Je moet niet verwaand doen en zeggen van, hey, ik stel ver boven jullie. Nee, gewoon tussen de mensen leven. En dan ben ik ook een echte een dokter. Ja. Zo is het toch. Tot ziens. Tot ziens. Hallo. Dag. Dag. Hallo. Hallo. Wat een mooie leuke. Dat is mooi, hè? Ja, u wilde dit graag, hè? Ja, maar dit komt geweldig goed over bij de mensen in de huiskamer. Geloof dat dan maar rustig. Maar zo waren die mensen. Nou, dit was mijn vaders huis, zeg maar. En ik was een jongen van 12 jaar en ik moest alle Volkswagenbusjes, die moest ik achterom rijden. De chauffeurs die kwamen vrijdags aan en die zetten de wagens allemaal netjes achter elkaar zo. Mijn vader die zei dan, als de chauffeurs naar achteren liepen, Frans, jij moet al die busjes achterom rijden, achter het huis. En in de beginnen, toen durfde ik dat niet. En toen zei mijn vader, dat moet je dan maar leren. Ik heb ook altijd alles moeten leren. Hier heb je een grote sleutelbos en rij ze allemaal achterom.
toen heb ik dus op een gegeven moment de eerste wagen gepakt. En het schakelen en het gas geven ging natuurlijk allemaal met horten en stoten. En toen ben ik op een gegeven moment zo achterom gereden. Als dit dan zijn huis is, dan is hier de poort. En dan reed ik ze zo achterom. En ik wist dat de chauffeurs 's maandags weer met die wagens uit moesten rijden. Dan reed ik ze dus weer zo, dat ze startklaar stonden om weer uit te rijden. Nou, dat was op vrijdag de 13e. En toen komen chauffeurs binnen, om een uur of 6. En die zeiden tegen mij, vanavond kom je op de televisie bij Duizel. Ik zei, nee, waarvoor? Dus ik bel naar de APRO toe. Toen was je er niet, tegen een uur of 9 was je er wel. Of 8 uur. Ik zeg tegen meneer Duizel, ik heb gehoord dat jij vanavond over mij praat. Ik ga jou vanavond helemaal kapot maken, zegt hij. Boek wel vinden. Ik ga jou helemaal afbreken. En dan wou ik nu u aandacht vragen voor een heel groot brok ellende in Nederland. En ik acht het een zodanig belangrijke zaak dat ik er wel enige ruime zendtijd aan wil wijden. Het feit dat er veel miljoen mensen kijken naar de vuist maakt het belangrijk om dit aan de kaak te stellen. Het is een zaak die door dagboekenier van het Parool, door een hele pagina in Vrij Nederland, door wel 20 andere nationale en lokale dag- en weekbladen is beschreven, de laatste tijd in steeds heviger mate. En ik doel hiermee op de advertenties van de kruidenhandelaar van de Mooswijk uit Kasteren, van Moosdijk uit Kasteren in Noord-Brabant. Door één krant genoemd de Rasputin van Noord-Brabant. Er zaten een 16 of 15 chauffeurs van hem en personeel zaten ook naar die uitzending te kijken. Enkele zijn er gewoon naar huis gegaan. Die hadden er niet zoveel interesse in. En het werd van minuut tot minuut doodstiller in de huiskamer. En ik hoorde chauffeurs mompelen, dit is het einde, tegen elkaar, onder de uitzending door. De broer van mijn vader zei, nou is het afgelopen, Willem. En ik hoorde mijn vader zeggen, stil, stil, ik wil weten wat er gezegd wordt. En mijn moeder die zei, zet die kerel toch af met zijn misselijke praatjes, ik hoef dat allemaal niet te horen. Dat is nergens voor nodig. Nee, nee, zei mijn vader, laat die televisie maar aanstaan. Er was enige consternatie in die woonkamer. De sfeer werd heel gespannen. Ze zaten elkaar allemaal aan te kijken. En ik zag het personeel ook echt helemaal wit wegtrekken. Het was net een bom die er viel. Je had maar 2 zenders en er werden toen door 4-5 miljoen mensen bekeken, dat wisten wij wel. En die kwam met een zak kruiden binnen voor 125 gulden. Ik zei, nou is je toch wel in je kop geslagen. Mevrouw was niet thuis, ze zag niet eens die 35. Uiteindelijk zakte die naar 35 gulden. Elk bedrag is ze welkom. Elk bedrag is ze welkom. En toen gingen mijn ogen open, de man was weg. Het was een grauwe zak zonder gebruiksaanwijzing, zonder etiket. Ik zeg, is dat overal goed voor? Dat was goed, vanaf Leekdorens tot je hersens en alles wat ertussen zit. En alles wat ertussen zit. Of het nu gal, maag, hart, nieren of wat dan ook is. Wij schieten met hagel. Er is altijd wel iets in wat goed is. De telefoon die rinkelde constant door. En ik hoorde wel aan mijn vader zijn praten dat hij bedreigd werd door mensen. En mee en dan werd horen op de telefoon gekletst door mijn vader. En ja, hij werd bedreigd. En hij werd in die mate bedreigd dat hij contact opnam met de Rijkspolitie in Bladel. En hij vroeg eigenlijk bescherming aan. Dit is een hele opgepepte zaak. Die opgepepte zaak heeft zich voorgedaan door de kranten die slecht over me schrijven. Maar het is precies hetzelfde als vroeger. Als de mensen bij me kwamen die werkelijk genezen waren van de kruiden, dan stond ik ontzettend sterk, want dan had ik een voetbalstadion vol. Want ik ben 100% van overtuigd dat ik nooit iemand op heb gelicht, in welke vorm dan ook. Ja, hij mag kruiden verkopen, natuurlijk. In elke apotheek, elke drogist. Hij mag geen zakvuiligheid
voor bedragen van tot 25.000 gulden toe per zaak mag hij niet doen. Maar wie mag dat niet? Waar staat dat dat niet mag? Hij niet. Dat is moreel, dat mag niet. Die mensen die met de dood in de schoenen lopen, dat is geen kaliber. Verdien je brood aan normale mensen die ja en nee kunnen zeggen. Die mensen konden geen nee zeggen, want ze liepen de dood in de schoenen. Daar heeft hij goed misbruik van gemaakt. Kleine dokter, van de zeven. Kleine dokter, ik heb zo'n pijn. Zou je mij zo'n zakje kruiden kunnen geven? Ik heb gehoord dat die van jou de beste zijn. Zo'n jaar of 12 geleden begon de heer Van der Moosdijk met zijn kruidenhandeltje. Hij bouwde die handel uit tot een zaak van Europese bekendheid. Het geld begon toe te stromen en de kruidendokter wist er raad mee. Een luxe bungalow met zwembad en een biljartzaal en dure auto's voor hemzelf en zijn zoons. De heer Van der Moosdijk zag zijn handel groeien. Terwijl dagelijks tientallen mensen uit Nederland en België hem thuis bezochten, bezorgden 22 bestelauto's zijn kruiden door heel West-Europa. Tot de heer Ehrenberg bij Duis een boekje over hem opendeed. Sindsdien is er een heksenjacht op de heer Van der Moosdijk ontketend en men wil niet rusten voor hij volkomen kapot is. De vraag rijst nu of dit niet net te ver gaat. De heer Ehrenberg vindt van niet. Zijn boosheid werd in der tijd mede veroorzaakt door een pagina grote advertentie waarin de heer Van der Moosdijk zich zogenaamd door journalisten liet interviewen. De jacht op de kruidendokter begon op 13 december 1968... in het AVRO-programma Voor de Vuist Weg. De acties tegen Van der Moosdijk, dat lijkt een beetje op een heksenjacht. Is het dat ook zo? Nee, het is niet. Het is niet, echt niet. Het is gewoon een strijd geweest voor die arme mensen die niet zelf voor hun belang op konden komen. Die maar zieken, ongeneeslijk zieken en zo. Nee, maar u hebt toch een actiecomité opgericht? In België? Ja. Maar toen hadden we al 100 klachten en toen hebben we gezegd, nu gaan we een actiecomité. Toen zijn er in België, toen zijn er nog 1000 bijgekomen. Maar ik bedoel, dat is toch niet. En toen bent u maar doorgegaan met het blijven oproepen van mensen. Ja, natuurlijk. Hoe meer slachtoffers, hoe beter. En als het niet failliet gegaan was, hadden die mensen het geld terug gehad. Want hij heeft intussen al 150.000 gulden terugbetaald. Maar gaat het niet lijken op een heksenjacht? Nee, het is geen heksenjacht. In geen geval, nee. Als ik het goed begrepen heb, is uw zaak kapot nu. Volledig. Wat gaat er nou gebeuren? Wat gaat u nou doen? Waar gaat u nou van leven? Kunt u het mij vertellen? Het enige wat mij is, ik denk een boek te gaan schrijven over mijn leven. Maar waar wil u dan van leven in de toekomst? Dat weet ik op het moment niet, maar in ieder geval niet van de sociale bijstand, want daar krijg ik bijna geen, op zijn Brabants gesproken, bijna geen flikker van. Hoeveel krijgt u? 125 gulden. Per week. Terwijl ik ongeveer 60.000 of 70.000 gulden inkomen per jaar had. Ik was failliet verklaard. Ik had helemaal niks meer. Al mijn auto's moest ik afgeven. Mijn inboedel, mijn huis, alles werd in beslag genomen. Ja. En toen moest ik gaan zitten. En een week van tevoren ben ik in de fout gegaan. Toen heb ik 1 miljoen achterover gedrukt. Daar heb ik wel spijt van. Want dat geld is naar u toegebracht? Die man kwam netjes met het geld naar mij, ja. Ik hoefde geen bank te beroven. Toen heeft u een klap op het hoofd gegeven met een hamer? Ja, die klap daar viel wel mee, maar het was toch wel even zo dat ik heel even hem buiten gevecht stelde om het geld mee te nemen. En het was eigenlijk niet netjes wat ik heb gedaan. Maar ja, wat Tijler Uilenspiegel heeft gedaan was ook altijd niet netjes. U bent Tijler Uilenspiegel? Ik ben Tijler Uilenspiegel. En ben jij de zoon van Tijler Uilenspiegel of ben je ook een Tijler Uilenspiegel? Nou, ik zal er wel iets van georven hebben, maar een echte Tijler Uilenspiegel ben ik niet. En om op die overval terecht te komen, ik zie het eigenlijk niet als een overval. Want een overval, dan pak je een geweer en dan loop je naar een bank en dan ga je naar binnen. Maar het gaan alle twee om het geld? Dat wel, ja. Maar het geld is gebracht. Ik heb het gedaan met een heel klein tenthamertje. We weten wel dat ze er een tentje op zetten. Daar heb ik hem een tik mee gegeven en daar was het ook mee gedaan. Ik heb hem niet knock-out geslagen, want hij is zelf naar de pistool gelopen om de politie te bellen. Dus dat viel echt wel mee. De politie hier beginnen met de reconstructie van het misdrijf. De officier van justitie, meester Hulleman, hoopte op die manier erachter te komen wat er precies gebeurde op de 10e november 1972. Toen de gebroeders van de Moosdijk de 43-jarige kassier Tom de Lange
in het riante kantoor van de kruidendokter neersloegen. Op die vrijdagochtend vorig jaar november kwam kassier De Lange van de grenswisselkantoren in de auto van zijn schoonvader, de onderwijzer Horvers, naar het huis van Van den Moorsdijk met een koffertje waarin 1,2 miljoen gulden Nederlands geld dat omgewisseld moest worden tegen 14 miljoen Belgische franken die de kruidendokter zei in huis te hebben. De kruidendokter was een maand eerder door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf wegens oplichting, maar zat die straf nog niet uit. Waarschijnlijk pleegde hij de overval dan ook om die 9 maanden opsluiting te voorkomen. Na aankomst van kassier De Lange en zijn schoonvader nood de kruidendokter zijn gasten voor een kopje thee in de keuken van zijn kapitale huis. Na de thee gaat meester Horvers terug naar de auto en Van den Moorsdijk loopt met de kassier die het koffertje met bijna 1,5 miljoen gulden draagt naar zijn kantoor. Binnengekomen vraagt de kruidendokter of De Lange het geld heeft meegebracht. Wanneer deze op het geldkoffertje naast zijn stoel wijst, opent Willem van den Moosdijk de deur naar de grote wachtkamer en roept naar zijn broer Frans: de koffer staat klaar, we kunnen vertrekken. Wat er daarna gebeurde is voorlopig nog duister. Ik heb nooit, als ze mij maar rust hadden gelaten in die kruiden, had ik dit nooit bedacht of willen doen. Maar als hun mij uitmaken voor boef en oplichter, dan, en ik zit helemaal zonder en ze komen bij die boef toch 1 miljoen brengen, dan denk ik, laat me dan ook maar een keer boef zijn en het afnemen. En dan vond ik mij nog geen boef, dan vond ik het wel een smerige streek, maar ook Uilenspiegel had smerige streken. Een chefkassier met meer dan 1 miljoen gulden naar het huis van een failliete kruidendokter gaan. Ja, meneer Van der Spek, dat doet inderdaad wel heel vreemd aan, maar vanwege het grenswisselkantoor is mij verzekerd in het algemeen dat dergelijke transacties, dus niet direct met een failliet, maar dat in het algemeen dergelijke transacties wel plegen plaats te vinden, dus niet aan het kantoor, maar bij een cliënt thuis. Hij is nog steeds vermist. Heeft u Interpol ingeschakeld omdat u vermoedt dat hij naar België uitgeweken is? Ik kan u zeggen, meneer Van der Spek, dat op dit punt door ons, door de politie, ook alle maatregelen zijn genomen. Met name zijn de grensposten gewaarschuwd. Dit gaat niet alleen over de Nederlands-Belgische grens, zult u begrijpen, maar ook nog veel verder. Vanmorgen kwam er een auto aan. Volgens mijn bescheiden mening was het een Ford Cortina 64, 65. En toen heb ik de heren gezegd, meneer, u gaat verkeerd. Als u zo door blijft rijden, dan kom je het ziekenhuis tegen bij die bocht. Gaat u hier maar langs de garage. En ik zeg, waar moet u heen? Toen zei ze, we moeten naar de oude Amersfoortse weg. Ik heb gezegd, als u op de oude Amersfoortse weg bent, dan komt u niet in Amersfoort. Maar mooi dan al die dorpen. Nee, zei ze, dat hoeft niet als u maar op de oude Amersfoortse weg bent. Toen ik binnenkwam, toen realiseerde ik mij. Onder bijzondere omstandigheden heb ik een van de heren Moosdijk leren kennen. En toen realiseerde ik mij dat het die Moosdijk was. Ik heb toen direct gemeend de recherche te moeten waarschuwen. En de recherche heeft toen volgens hun zeggen alle wegen afgezet. En er is onmiddellijk gelet op de inhoud van de melding groot alarm geslagen voor de Gelderse politie. Via de Rapnet. De politie in Amersfoort is gewaarschuwd en zodoende ook de politie in de provincie Utrecht. Ook de Rijkspolitie werd onmiddellijk ingelicht. En het vliegtuig van de Rijkspolitie is onmiddellijk boven de Veluwe gekomen op zoek naar de bewuste auto. Nieuwsdienst ANP. Bij de grootscheepse jacht op de Brabantse kruidendokter Van den Moosdijk heeft de politie van Apeldoorn de uitvalswegen van die stad afgezet. In Apeldoorn wordt een onderzoek ingesteld bij een benzinestation waar Van den Moosdijk met een lichtgekleurde Ford Cortina zou hebben getankt. Hij heeft gisteren bij zich thuis in Kasteren een wisselloper beroofd van ruim 1 miljoen gulden. Mijn vader kwam terug een dag of 3, 4 erna. Dat was eigenlijk de avond voor zijn arrestatie. Ik hoorde van mijn moeder dat mijn vader door zijn nicht af was gezet. Een paar honderd meter van zijn huis af. En toen heb ik de fiets gepakt en ik ben naar de kruising gefietst waar hij vermoedelijk in de buurt was afgezet. En er lag links een weidje waar wij vroeger zelf de paden in hadden staan. Die weien die waren van ons. En daar moest hij ergens zitten. En toen riep ik, Willem, Willem, pa, pa, ben je hier ergens? Willem, en ik bleef maar roepen. En toen hoorde ik, Frans, Frans, hier ben ik.
En toen zag ik daar een bosje en wat bremt. Toen zag ik hem op een gegeven moment hem liggen. En toen zei hij van, kom hier maar liggen, hier is lekker warm zit hij. Want het was toch wel koud hoor, die avond. En toen ben ik tegen hem aan gaan liggen, tegen hem aangekropen. Zo, laat ze maar lekker zoeken, hier vinden ze ons nooit. En toen had hij een fles kajak bij. En toen rond ik die kurk eraf. Op, het is lekker warm, zegt hij, want het is zo koud. En toen kreeg ik ook een slok van het drinken. Toen hebben we daar even zo liggen praten. En toen zagen we vanaf de kruising een blauw kevertje aankomen rijden. Zo, dat waren die politiewagentjes van toen. En ik zag die petten heel goed van die mannen. En die uniformen zag ik. Wow, en ik vond het, in mijn hartje vond ik het zo spannend. Hè. Dit is echt een jongensboek, dit kan niet waar zijn. En die politiewagen rezen heel langzaam zo over die snelweg. En die keken allemaal richting zijn villa. Maar ze hadden geen erg in dat wij er in die bosjes lagen. Toen is hij de weg overgelopen. Hij zag op een gegeven moment zijn kans schoon. En toen is hij tussen de huizen is hij gewoon naar zijn villa gelopen. De straat over. De politieagenten stonden 200 meter, stonden ze allemaal rond te kijken. En stonden een paar te kletsen, maar ze zagen mijn vader niet. Toen is hij achterom gelopen. En toen heeft mijn moeder hem in bad gedaan. Een mooi pak aangedaan. En ja, hij rook er helemaal lekker en heeft zijn eigen geschoren. En ja, de politie stond toch in de straat. En tegen het ochtendgloren konden we zo over de akkers kijken. En toen was de politie met speurhonden, want ik zag die honden allemaal maar draaien. Die honden hadden zijn sporen geroken natuurlijk. En toen zijn ze met die honden naar zijn huis gelopen, naar de voordeur. Hebben wij de honden naar buiten gelaten. Onze eigen honden, dat was een Duitse herder en een poedel. En we hadden één hondje, dat was loops. Dus al die politiehonden, die renden achter die loopse hond aan. En nou, wij hebben ons eigen rot gelachen, want ze waren het spoor kwijt. En als moeder, mijn moeder probeerde dus tijd te rekken om nog met mijn vader te praten. Maar op een gegeven moment werden die politiehonden teruggeroepen. Er werd aan de voordeur gebeld. En toen zei ze, is je vader thuis? En mijn oudste broer deed open. En die zei, ja, mijn vader, die is hier binnen. Die zit in de keuken. En toen is hij naar de woonkamer gelopen en er stond een hele grote bos. Een grote vaas met eiers. En ik zie hem er nog één afbreken. En die zet hij in zijn revers, in zijn zakje. En toen zegt hij, nou jongens, ze noemen die ons dan, en mijn moeder, het beste, tot ziens. Ik zie jullie nog wel. De Rijkspolitie heeft vanochtend de kruidendokter van den Moosdijk gearresteerd. Deze had vorige week een bankbediende van 1/2 miljoen gulden beroofd. Zijn broer is nog voortvluchtig. Van de buiten slechts 80.000 gulden terecht. De Rijkspolitie kreeg gisteravond een tip dat de kruidendokter op weg was naar huis. Hij had de vorige nacht bij de tipgever thuis geslapen en daar 80.000 gulden in bewaring gegeven. Vanochtend om 9 uur werd de kruidendokter van zijn bed gelicht en overgebracht naar het bureau van de Rijkspolitie in Bladel. Tijdens een persconferentie vertelde de officier van justitie, meester Hulleman, dat verdachte een volkomen ontredderde indruk maakte. Over zijn broer wilde verdachte alleen vertellen dat hij die maandagmiddag naar Amsterdam... Ja, we hebben dit er kunnen uithalen, dat Van de Moosdijk maandag naar Amsterdam is geweest en verders in de omgeving van zijn woning zich heeft opgehouden. Hij is niet in Apeldoorn geweest? Hij is zeer vermoedelijk niet in Apeldoorn geweest. De bankbediende, welke rol speelt hij nu in het geheel? Voor ons is hij zeker momenteel geen verdachte. Er is nu nog ruim 1 miljoen zoek. Denkt u die terug te vinden? We hopen het. Er is op het ogenblik dus een zoekactie aan de gang in de bossen van Vessem. Waaruit dus nog moet blijken of dat geld inderdaad, zoals Van de Moosdijk heeft gezegd, al daar zou zijn verstopt. Het volledige miljoen of de helft? Dat kan ik niet bepalen. Maar wat verwacht u? Ik verwacht misschien de helft. Dat de helft bij zijn broer zit? Dat kan ik niet zeggen. Hier lagen allemaal briefjes van 100 die ik verstrooide. Omdat ik wist dat ze me te vroeg of laat zouden pakken. Dan kon ik de politie aanwijzen waar het geld lag. En telkens kreeg ik weer een schouderklopje van de politie. En er waren zelfs politie bij die, als ze alleen waren met mij, naar zijn kop wezen. En zei, ja, je bent eigenlijk hartstikke gek. Want eerst haalde het weg en nu geef het terug. Maar dat waren allemaal maar briefjes van 100. Maar die grote briefjes van 1000, nou, die zagen ze niet terug. Want Willem wist... Die had u nog? Willem wist precies waar die lagen, ja. Wat heeft u daarna gedaan met het geld?
Dat geld heb ik later weer opgehaald. En toen ben ik naar Amazode gereden. Dat is bij Den Bosch. En daar woonde opa. En toen zei ik tegen opa, wilde jij even mij? Ik ben eigenlijk gekomen om aan jou te vragen of je een miljoen wilt bewaren. Toen zei opa, ja, dat doe ik voor jou. Want ik wist, die man was dood eerlijk. En toen overhandelde ik een miljoen gulden in dezelfde envelop van de grensverzekertoor. En toen zei opa, ik zal het in de linnenkast leggen. Ik zeg, nee, dat moet je niet doen, want de politie die weet dat jij familie van me bent. Die komen vandaag of morgen zoeken, die zijn er ook geweest. Dan zal ik ze in een ijzeren kist achter in de tuin spitten. Ik zeg, ja, dan wordt het vochtig, want ik ben voorlopig de eerste jaren onder de pannen door bij de justitie. De pannen bij de justitie, ja, u wist dat u de gevangenis inging? Dus ondanks dat u wist dat u de gevangenis inging, heeft u toch die roof gepleegd? Ja, ik had toch niks meer. Als je niks hebt, maar een brood stelen. Dat is toch bekend tegenwoordig. Maar ik stal wel een miljoen broden. En toen had hij zo'n Excelsior stofzuiger staan. Ik zeg tegen opa, we maken die leeg. En daar er ging 9 ton in. 900 briefjes van 1000. Mooi dicht. Ik zeg, die zet hij gewoon in de kamer. Stekker in de stopcontact. Als je de politie huiszoeking doet, dan kijken ze nooit in die stofzuiger. Want je was een stofzuiger op het moment dat hun bellen. Ik zeg maar, als je de knop omdraait, dan vliegen de duizendjes door de kamer als bladeren in de bossen hier. En ze hebben huiszoeking gedaan, ze hebben voor het miljoen gezeten. Heel netjes hebben ze een sigaretje op zitten roken bij opa. En ze zijn weer gegaan. En toen zat ik inmiddels op de RPI, op psychiatrische inrichting. Ja. Ik moest daar graven maken. En heeft hij dat geld naar mij toegebracht in een plastic zak. En toen heb ik het verborgen achter het kruisbeeld van de psychiatrische inrichting. Daar heb ik van geleefd. Daar heb ik goed van geleefd. Waar leeft u nu nog van? Nee, nou is het op. Een miljoen blijft geen miljoen. Hier tussen het struikgewas lag diep verborgen het miljoen van Willem van der Moosdijk. En de heren, die was niet kwaad op mij en de doden, die zeggen niks. En je gaat niet makkelijk geld op een kerk opzoeken. Ja, dat is natuurlijk. Kijk, tijdens de spiegel begroef ook altijd alles, hè. En die wat bewaart, die heeft wat. En kijk, de mannelijke pis uit Brussel, dat kon niet plassen. Dat wist iedereen en die heeft van mijn kruik gedronken en dan plast hij al 200 jaar. Maar u zit vol met dit soort grappen. Ja, maar dat is juist goed. Goed. Op die manier lacht u het verleden een beetje weg. Op die manier kan je je verdriet vergeten en heb je geen haat in je hart. En kijk, en ik blijf lachen tot in dat graf toe. Blijf ik lachen. Maar is dat niet weglopen voor de dingen die u heeft gedaan? Nee, wat ik heb gedaan, daar heb ik mijn straf voor gehad. Nou, dat staat hier in het rapport. Zwak geïntegreerde, zwak begaafde persoonlijkheid. Als dat zo zou zijn, hè? Als die dokters die geleerd hebben, die denken natuurlijk. Zo zit mijn vader in elkaar. Hè? Als dat zo zou zijn, hoe kan dan iemand een bedrijf opbouwen met 22 bestelwagens en 40.000 klanten hebben? En dan naderhand ook nog een miljoen zien te versieren. Dan ben je in mijn ogen niet zwak begaafd, dan zijn hun zwak begaafd. Ze begonnen over mijn vader te schrijven toen hij opkwam met zijn kruiden. En ze schreven ook toen zijn ondergang kwam met zijn kruiden. En ze schrijven nu nog steeds over mijn vader. En dit is nog niet alles wat ik heb, want ik heb nog veel meer. Rasputin van Noord-Brabant noemt zich ondanks processen de grootste genezer ter wereld. En dat vind ik ook. Kruidendokter in tranen bij zijn gezin terug. Dat kunnen wij ons heel goed voorstellen, want wij waren stapelgek met hem en hij stapelgek met ons. Bij een echte rover komt de buit nooit meer boven water. Mijn vader was geen echte rover, maar de buit is ook nooit meer boven water gekomen. Vernietigingsoorlog tegen kruidendokter. Hij gaat er aan. Hij gaat er helemaal aan. Mijn vader heeft destijds tegen mij gezegd, alleen God kan mij kapot maken.
Vessemse bossen bezaaid met geld. Politie vindt deel buit van kruidendokter. Ik vroeg aan mijn vader, hoe zit dat nou precies met dat artikel? Toen zei hij tegen mij, ik was net klein duimpje. Ik strooide wat korreltjes brood en de grootste mik hield ik voor mijn eigen. Ik had ook niet kunnen denken dat ik nu ooit de wonderdokter zou worden of de kruidendokter. En jij had ook niet kunnen denken waar je nou mee bezig bent. Dat is allemaal, dat komt op je weg, hè? Dat is toeval. Nou, je moet wel rekenen, ik heb veel geld verdiend, maar ik hield ook van mensen. En als je echt van mensen houdt en voelde de mensen aan, dan kan dat goed verkopen. Ik had er helemaal geen moeite mee. U besefte dus dat u de man volledig zou ruïneren hiermee? Nou, die kans die was groot. En omdat het toch een beetje heikele zaak was, ben ik 's ochtends met de producer van De Vuist, dat was toen Fred Oster, naar de advocaat van de AVRO gegaan en zeggen, wij zijn van plan dit en dat te doen. Hoe acht u de kansen? Hè? En toen zei die man, wel oppassen met wat u zegt. U mag hem ook dus niet in woord beschuldigen, want daar hebt u geen bewijzen voor. Dus u kunt hoogstens die andere mensen aan het woord laten, die chauffeurs van hem, en dan maar kijken hoe het verder gaat. En toen zei Fred Oster, nou ja, en wij hebben hem ook zelf uitgenodigd om repliek te geven. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Daar is het eigenlijk allemaal op misgegaan. Ja. Maar het feit dat er zoveel mensen keken en daardoor waarschijnlijk zou de man ook geen sociaal leven meer overhouden. Nee. Dat... Die kans was groot en het was in die periode, zoals iedereen weet, het meest bekeken televisieprogramma van Nederland. Met soms 6, 7 en 8 miljoen kijkers. Dus het hele Nederlandse volk sprak daar de volgende dag over. Lappen, kranten, pagina. In no time was de man aan de grond. Ja. Hij heeft al die, hoeveel chauffeurs? 18 had hij er geloof ik nog. Ja, je had iets van 40 man personeel of zo? Ja, wie die in dienst had, heeft hij moeten ontslaan. Ja. Want hij kon natuurlijk geen kruid en geen grasprietje meer kwijt. Maar dat kon u niet zoveel schelen? Nou, daar lag ik niet van wakker, want ik dacht, het is toch een ploert van een man die oude en stervende vrouwtjes van hun laatste spaarcenten berooft. Dat is niet zo erg sympathiek. Moet als een vrouw is ziek. Zo. En dit is de moeder van God. Als je die aanbidt, dan hoeft de God niet te aanbidden. En als je die voorbij loopt, dan zegt hij, waarom ben ik niet eerder bij Maria geweest, want het is mijn moeder. Dus je moet Maria nooit voorbij lopen. Je gebed wordt verhoord. God heeft een betekenis in mijn leven. En als je moet lijden in het leven, dan brengt het ook een offer aan het leven. En dat is heel moeilijk te bedenken voor sommige mensen. Maar God is in mijn hart. En mijn hart is heel dikwijls zwart geweest. En dan vraag ik, maak jij eens een beetje zuiver en kom er even in wonen. En doet je dan ook. Als je de haat die ieder mens wel eens is hart, dan moet je kwijt. Dan moet je wegdoen, want met haat bereikt helemaal niks. En mijn liefde overwint alles. Ik was toch echt wel gelukkig met het leven wat ik heb gehad. Ook al heb ik sommige dingen verkeerd gedaan. Ik heb gezegd, ja God, je had een miljoen toen niet weg moeten halen. Inderdaad. Maar ze hadden me helemaal hartstikke gek gemaakt in die maatschappij. En als ze dan vertellen, dat die man is een boef. En dat is een oplichter. Dan dacht ik, dan zal ik het eens laten zien dat ik dat ook ken. Kijk, de mensen hebben mij alles afgenomen. En de televisie heeft me alles afgenomen. En die heeft gezegd, ga maar aan het kruis. Ze hebben mij wel op de mesthoop geflikkerd, het Nederlandse volk. Maar ik heb geduld. Ik ben net Job. Op een gegeven moment zei God, nou heb je lang genoeg op de mesthoop gezeten, komt er maar af. En zo is het met mij precies hetzelfde. Kruidendokter, kom eens even. Kruidendokter, ik heb zo'n pijn.
Zou je mij zo'n zakje kruiden kunnen geven? Ik heb gehoord dat die van jou de beste zijn. Kruidendokter, kruidendokter, kom eens even. Kruidendokter, kruidendokter, ik heb zo'n pijn. Zou je mij zo'n zakje kruiden kunnen geven? Ik heb gehoord dat die van jou de beste zijn.